Duizenden mensen in Nederland lijden aan woordblindheid, ook wel dyslexie genoemd. Deze aandoening is niet te verhelpen, je kan er wel mee leren leven. Een Hoofddorpse wiskundeleraar heeft uitgezocht dat de symptomen van dyslexie overeenkomen met een andere kwaal, namelijk fixatie-disparatie. En deze aandoening is juist gemakkelijk te verhelpen met een prismabril. In Nederland hebben meer dan 750.000 mensen dyslexie. Dyslectici hebben moeite met lezen en begrip van tekst. Deze woordblindheid is aangeboren en kan niet worden verholpen. Ook Niels Overes uit Castricum had klachten die wezen op woordblindheid. 'S Avonds als ik een boekje nog wel lees nadat ik naar school was geweest, dan kon ik maar één bladzijde lezen en toen vielen mijn ogen eigenlijk al dicht van de moeheid. En ik had zere ogen, hoofdpijn. Vaak als ik thuis kwam van school, wou ik nooit meer aan mijn huis werken. Ik had er helemaal genoeg van. Ging ik lekker buiten een rondje rennen en kwam ik weer binnen. En dan probeerde ik het maar weer, maar het lukte gewoon niet meer. Niels zou dus met zijn klachten moeten leren leven. Maar zijn wiskundeleraar, Olly Sator, net als Niels ook een groot tennisfan, kwam erachter dat Niels niet dyslectisch is. Niels leidt aan fixatie-disparatie. Een aandoening waarbij de hersenen de ruimte niet goed kunnen inschatten. Bij Niels constateerde ik dat in de derde klas krijgen leerlingen te maken dat ze dus op twee manieren ruimtelijke tekeningen moeten construeren. Dat zijn tekeningen op een plat blaadje met een drie dimensies, waarvan dus de lijnen zowel in een verdwijnpunt moeten verdwijnen, dus in perspectief, als gewoon in paralleltekening, waarbij de dieptelijnen gewoon parallel naast elkaar blijven lopen. Nou, op dat moment raakt een leerling helemaal in de war, want hij ziet het verschil gewoon niet. De symptomen zijn dus wel bijna gelijk aan dyslexie, maar fixatie-disparatie is wel te verhelpen, namelijk met een prismabril. Daar moest ik heel veel mee oefenen, kreeg ik allerlei oefeningetjes met kralenkoordjes en plaatjes die ik in elkaar moest schrijven met mijn ogen. En ja, dat was voor mij in het begin eerst heel lastig, maar dat zag je gewoon steeds beter. Sator kwam door zijn bevindingen in contact met de Amsterdamse optometrist Robert Groenink. In zijn praktijk komt hij veel kinderen tegen die fixatie-disparatie hebben. Meestal markeren de ogen namelijk helemaal niks. Het kind kan goed zien, kan scherp zien, alleen beleeft zijn ruimte verkeerd. Dus eigenlijk is het meer een hersenfunctie. Hersenen controleren eigenlijk de ruimte, de oriëntatie waar het is. Wij bepalen wat onder en boven is, wat rechts en links is. Nou, een echte vorm van dyslexie, om dat zo maar even te zeggen, om toch het onderscheid te kunnen maken met een FD, dat heeft vaak te maken met een kort- en langtermijn geheugen. Als dat niet goed met elkaar in overeenstemming is, dan kunnen we echt wel spreken van dyslexie. Maar op het moment dat je onzeker bent over de ruimte en het lijnenspel ligt verstoord en later moeite krijgt met wiskundige figuren, daar geen ruimte in kan zien, dan kan je eigenlijk meer spreken over een FD of fixatiedisparatie. Groenink vindt het belangrijk dat er meer bekendheid komt over deze kwaal, zodat er, net als Niels, meer jongeren geholpen kunnen worden. Ik ben veel meer boeken aan het lezen en mijn cijfers schieten een beetje omhoog. Dus en nooit meer hoofdpijn en we gaan gewoon prettig. En je bril die hou je gewoon lekker op? Ja, mijn bril hou ik lekker op. Het is lekker rustig aan mijn hoofd. Olly Sator wil nu een stichting voor fixatie-disparatie opzetten, zodat scholen en met name wiskundeleraren sneller de aandoening signaleren bij hun leerlingen.